Hey, hallo en welkom jongens. Leuk dat jullie bij een nieuwe video zijn. Vandaag zijn we weer in ons prachtige skyblock. En ik sta niet op mijn eigen eiland. Ik sta op het eiland van Robin. Hallo. Hallo. Hey Robin, ik kan me de laatste aflevering nog heel goed herinneren. Daar heb ik helemaal zelf nog nagekeken en zo. En ik kan me herinneren dat jouw eiland er niet zo uitzag. Wat is hier gebeurd? Heb jij stiekem zonder mij verder gespeeld? Nee. Nee? Nee, maar... Wat is het? Hoe kan dit dan? Want dit is verder. Hoe kan dit? Ik kan me herinneren dat dit er allemaal niet was de laatste keer. Ja, nee, dat kan ik me ook vaag herinneren. Maar dat kan ik allemaal wel gaan vertellen. Maar kom, ik heb een filmpje voorbereid. Daar alles het uit. Oké, je hebt een filmpje voorbereid. Ik ben wel heel benieuwd. Ja. Nou, laat jij even dat filmpje zien. Ga er maar goed voor zitten. Oh, je hebt een tv ook echt. Ja. Oké, nou, laten we kijken naar wat voor filmpje Robin heeft voorbereid. Hallo en welkom bij de video. Jij vraagt je vast af wat er is gebeurd met het eiland van Robin, oftewel het varken. Hij heeft na de opname zijn video verwijderd, domme Robin. En nu is de opname kwijt, maar Max, zijn opname is wel gelukt en hij is niet zo dom geweest. En nu kunnen jullie kijken naar die opname. Veel plezier, ja. Groen. Doei. Hey, hallo en welkom jongens. Vandaag zijn wij weer wedergekeerd in onze prachtige skyblock. En ik ben niet alleen, ik ben hier vandaag met... Mij. Hallo. Hallo mij. Hoe is het waar? Ja, beter dan in juni. Hoe ziet je eiland er vandaag uit? Mijn eiland ziet eruit als hoe we hem de vorige keer hebben achtergelaten. Met een trappetje, een middeneiland. Net zo lelijk inderdaad. dit prachtig huis. Maar wat er wel veranderd is, en dat is toch wel eventjes leuk... Om daarmee mijn verhaal vandaag te beginnen. En dat is dat ik in mijn inventory een ultrasleutel heb. Jij hebt een ultrasleutel? Ja. Waarom heb ik geen ultrasleutel? Ja, nou, dat denk ik dat jij... En dat klinkt natuurlijk heel gek als eigenaar zijnde van de server. Ja. Maar jij was niet online om 5 uur om deze sleutel te claimen. Weet je wat het is, Robin? Nou? Ik heb wat beters dan een ultrasleutel. Een legendarische sleutel? Nee. Ik heb je boven op de boom. Hallo, meneer in de boom. Wat? Ik heb hier een meneer in de boom zitten. Kijk, daar hebben we hem. Waar ben je het over? Hallo Justin! Goedemiddag. Ik heb jou ingehuurd vandaag om mij te helpen met mijn eiland. Ik wist dat Robin weer wel een manier zou bedenken om vals te spelen. Dus ik dacht, weet je, ik ga Justin regelen dat hij mij kan helpen. Hey, welkom op mijn eiland. Goeiedag. Heb je al rondgelopen? Wat? Heb je al een beetje rondgelopen of? Nou ja, het wordt een beetje moeilijk. Nou, weet je, kijk, ik geef je een kleine rondleiding. We beginnen hier. Er staan hier allemaal bomen die je niet horen. Dat is de jungle. Oh, daar heb ik ze wel weg. Nee, eigenlijk vind ik ze eigenlijk wel mooi nu ze zo zien staan. Maar welkom in mijn huis. Kom binnen. Dit is mijn chestroom. Een hele geheime kamer door deze deuren. Maar, even blijven staan. De enige manier hoe je daar doorkomt is heel hard rennen, deur open doen en niet stoppen. Oké? Dan mag je testen wat het is. Nog één. Oh, daar ga je. Kom maar. Go! Oh, het zag er een beetje jammer, leek je uit, maar het ging goed. Hey, je bent daar weer. Hey, maar welkom. Kijk, ik had deze kamer hier vorige aflevering gemaakt in de hoop dat Robin een keertje bij me kwam logeren. Ja, ondertussen ga ik eventjes met haar overnemen. Heb je nog nooit gedaan? Nee. Dus ik ga even mijn ultrakreet openen. Dit is veel te belangrijk om ook even te laten zien. 12 goldblokken, 8 hoppers, 75 tokens en nog 8 hoppers. Kijk, en ik heb Justin, daar ben ik blij mee. Oké, Justin, dit is jouw bed. Ik had hem eigenlijk aan Robin gegeven, maar... Robin bedoel ik. Ja? Justin is slaapgevallen. Oh, hij is wakker. Goedemorgen, Justin. Hey, ben ik hier. Hey, welkom. Ik heb vandaag een taaklijstje die ik jou ga geven. Ja. Eerst komt ie. Ik ga jou geven 10.000 euro. En dan wil ik dat je even naar de spawn gaat en een beetje voor mij gaat shoppen. Gewoon wat leuke dingetjes halen die ik erbij kan gebruiken. Oké. Okay. Ja. Nou, voordat we beginnen. Ik ben net wakker geworden en ik heb nog geen ontbijt gehad. Ik heb een vreselijke trek. Ja, wacht. Ik heb wel wat voor je. Kom. Hier is raw mutton. Dan heb ik hier voor jou. Als het goed is kan je ook bouwen op een eiland. Hier heb je een paar dingen hier, zo. Moet ik het zelf opstellen? En hier heb je kool. Okay. Mag je het koken? Nee, ja, gewoon een beetje. Nee! Hallo! Hier. Okay, kijk, hier. Deze hoek hier. Dit is sorry, jouw hoek sorry. Waar je mag... Daar mag je alles doen. Gaat hij het zo plaatsen? Jammer, alle manieren dat je het kan plaatsen. Hé, hey, ik probeer je te helpen, ja? Moet je niet zo dat klopt. Nou, ga jij maar even eten. Nou, weet je trouwens? Je neemt dit maar.
Stop alles er maar in wat je erin kan stoppen. Oké, okay. Ja, ik was nog niet zo snel. En dan mag je tussentijd mag je deze hebben. Echt? Dan moet je het daar allemaal voor mij aanzetten, al het andere. En ga je dan even lekker shoppen? Ik ga lekker shoppen. Oké, dan zie ik je zo weer, oké? Okay? Ja. Oh jongen, ik heb zulke goede aankopen nu al. Wat heb je, hoe is het daar juist op het winkel-eiland op Spal? Ik heb nog één vraag. Ja? Moet het op? Ja, 10.000 euro moet op, die ik jou heb gegeven. Ik wil dat je niet met lege handen of nog met geld terugkomt. Het moet helemaal op zijn. Ja, maar wat moet ik kopen? Ja, dat is aan jou. Dat is jouw taak. Je hebt één taak en dat is lekker gewoon dingen kopen. En terwijl Justin lekker op het winkeleiland, op de Spam, zijn dingetjes aan het kopen is, ben ik mijn huisje verder aan het bouwen. En de dingen die ik van plan was, gewoon verder rustig uitwerken. Ja, ga verder. Ja, gewoon, nee, dat wilde ik zeggen. Dat was het. Oh, ik denk, nu komt het hoor, maar nee, het is weer saai. Wat zit jij nou weer vervelend te zijn? Laat mij eens met rust. Hey, ondertussen heb ik weer 100 euro ontvangen van Like een Snoetje. En Max, wat is op het moment jouw balans? 21.000, maar dat komt omdat ik heel eerlijk vorige aflevering 100.000 euro en die aflevering daarvoor 50.000 euro heb afgestaan aan willekeurige mensen. Ja, maar ga je nou beweren dat ik dat niet heb gedaan? Nee, dat beweer ik inderdaad. 300 euro van Like een Snoetje, dankjewel. Jij hebt veel minder. Jij hebt veel minder afgestaan. Dat klopt. Nou, daarom. Dat is toch vals spelen? Nee. Hoezo niet? Omdat jij de aflevering daarvoor gewoon heel veel hebt gekocht. Ik heb helemaal niks gekocht de aflevering daarvoor. Ach, hou op, man. Dat doe ik niet. Ik hou niet op. Hou jij op? Justin, lukt het een beetje op het, bij de span? Ja en nee. Hoeveel heb je al uitgegeven? Ik heb nog 8.000 euro. Je hebt er pas 2.000 uitgegeven? Ja, ik weet niet waar ik moet komen. Er zit een deadline aan. Je hebt nog 5 minuten. Oké. Okay. Ga op Marktplaats en koop de gekste dingen. Max, dit gaat veel meer duur te kosten dan ik eigenlijk had gedacht. Ja, dat maakt mij toch niet uit. Kan ik wat van jou krijgen? Nee, zeker niet. Jij bent me alleen maar belachelijk aan het maken altijd. Ja, maar dat doe je ook bij mij. Ja, nou dan zijn we een eerlijke deal. Wat is de deal dan? Nou, gewoon dat ik cooler ben dan jij. Oh, dat is het. Oké. Okay. Ja, dat is de eerlijke deal. Nou ja, dan ga ik eventjes gebruik maken van iets. Nou, gaat die vals spelen, Justin? Ja, sowieso. Nee, ik denk het ook, hè. Wie verkoopt de deurt? Wie verkoopt de deurt? Oh, je maakt gebruik van je staffenlidfunctie. 20k per stek? Lekker voor je! Nou, dit had ik ook niet moeten vragen. Zo, ik heb hier een mooi dingetje van gemaakt. 3 stacks voor free, kijk, dat willen we hebben. Maar kijk, dat is voor free. En dat is dan gewoon weer dat valsspeelaspect van jou. Like een snoetje is niet binnen bereik. Wat ga kijk, je bouwen? Justin, dat is het ding. Zo gaat het altijd. Elke aflevering gaat het zo. 15 stacks duurt voor 250k. Weet je, stik maar in je deur, Mr. Dean 1. Wij zijn lekker aan het bouwen hier, weet ik veel wat, allemaal gekke dingen aan doen. En ik heb inmiddels een soort tuintje hier gemaakt die ik mooi een beetje details aan toe ga voegen op deze manier. Gewoon een beetje gras toevoegen. Ook aan de andere kant hier. Waardoor, dat is letterlijk de reden daarvan, is als je hier beneden staat zo, dan ziet het er leuk uit, want dan heb je gras er zo hierboven. Dat is toch leuk? Hier kijk aan de andere kant ook. Als je hier staat, zie je gewoon gras uitsteken. Dat vind ik leuk. Dat vind ik gewoon leuk. Daar ben ik blij van. Maar we moeten wel nog een trap ergens zien te regelen natuurlijk, want dit is niet het einde, jongens. Ik ben klaar. Heb je geshopt? Ik heb heel veel geshopt. Kom naar het eiland, Justin. Oké. Hoe kom ik daar? Ik kan niet. Tussentijd ben ik een mooi pad aan het maken hier naar mijn andere deur, zo, hoppakee. En dan hier ook, maar deze gaat een beetje meer zoals dit. Deze heeft een gekkere bochtje. Even gekke bochtjes zo, hoppakee. Ik heb eventjes geruild met Quantius, 12 stacks duurt. En ik had net nog wat gratis gekregen van een of andere Like een Snoetje. Maar Quantius, ik heb met jou 7500 afgesproken. En ik geef je een bonusje, dus ik krijg van mij 10k. Justin! Goeiedag. Robin heeft gereld. Laten wij dan even kijken wat voor boodschap jij gedaan hebt. Dan gaan we even naar boven. Gaan we in de nieuwe tuin die ik zojuist gebouwd heb. Let nog niet op de deurtje hier. Dat komt perfect uit. Wat dan? Nou, echt gewoon. Dat komt bizar. Oh, je hebt leuke tuindingen gekocht. Ja. Die meubels zijn in mijn tuin. Welkom in de tuin. Wacht, we gaan in een andere tuin. Welkom in de tuin. Het is hartstikke gezellig hier. Ja, hey, wat heb je gekocht? Het is niet gezond. Oh, het is niet gezond? Nee. Kijk. Oké, nou. Je hebt 1 meloen, oké. Nog een meloen. Dus dit is de meloentuin. Drie meloenen. Maar dan wil ik ook nog wat in de andere tuin hebben. Als je daar meloen hebt. Dit is de jungle tuin. Dit is de jungle. Nee, niet naast elkaar. Nee, dat wil je niet. Nee? Nee. Maar volgens mij ben ik degene... Nee, jij koopt het. Ik bepaal het. Kijk, okay. Ik doe het die andere. Zo, wat heb je nog meer gekocht? Ik? Je bent heel vaak eenzaam, hè? Klopt, ja, toch? Dat klopt eigenlijk. Ja. Dit is de eerste keer dat ik eigenlijk een keer echt iemand op... Oh, wat is dit? Je beste maatje. Mag ik hem... Oh mijn god, hij is... Ik moet hem alleen nog temmen. Heb je ook botten meegenomen? Geen geld voor. Dus ja, wacht, ik koop ik wel even. Dat kan nog. Dat is zo gewacht. Oké. Je botten. Ik koop gewoon een stack botten. Je bent van mij. Oh, hoe gaan we hem noemen? Gaat hij heen? Ik dacht dat hij eraf ging rennen. Hoe gaan we hem noemen? Sjors. Sjors. Oké. Sjors de hond.
kom binnen. Kom gezellig binnen. Zullen we anders een hoekje maken voor Sjors? Dat hier. Zullen we hier, in dit hoekje? Kijk, eten is al lang klaar. Wil jij een hoekje voor hem maken gelijk? Ja, want ik heb allemaal leuke spulletjes voor hem. Oh, je hebt allemaal leuke spulletjes voor hem. Ja. Oké, dit is zijn hoekje. Doe ermee wat je wil. Oké, kom je zo maar terug. Kom ik zo terug? Oké, dan zet ik Sjors, die gaat even hier op jou, op mijn, dat is mijn bed, gaat hij zitten. Ja. Ga ik, Wat ga ik doen? Weet ik niet. Ik ga even naar de mine. Oké. Kom ik zo terug. Het is druk hier, man. Iedereen is hier al aan het minen. Zo kan ik nog helemaal... Oh, een diamond. Twee diamonds. Ja, ik heb ze. Oh, nog één. Oeh, iemand anders heeft ze opgepakt. Ja, gore valsspelers dat het zijn. Ze zijn al die diamonds aan het oppakken. Oh, hij heeft ze teruggegeven. Laat maar, hij is aardig. Hier, dan hakken we dit goud ook even. Ik zou hopen dat niemand het oppakt. Mensen pakken alles op. Het is echt irritant. Je kan je niet in vrede minen. Zeker niet als je achtervolg wordt door deze gast. Ik heb inmiddels al bijna 2 stekkel. 11 goud, 6 ijzer en 3 diamonds. Dus op zich, ja, er is heel veel kool hier. Maar voor de rest is er niet echt iets heel bijzonders. Want iedereen het aan het stelen is telkens. Karma, Max. Hoezo karma? Voor je geld die je niet teruggeeft aan mensen. Dit vind ik oneerlijk. Ben jij klaar, Justin? Ik ben helemaal zo mooi geworden. Oké, dan kom ik terug naar het eiland. Dan ben ik heel... Oh, mijn god. Is dit het? Is dit... Waar is het bed? Ja, hier bovenop. En dat is het dagboek. Dus dat is het dagboek. Dit zijn allemaal spullen die ik heb gekocht. Dit heb je allemaal voor Sjors gekocht. 11.000 euro. 11.000 euro heeft dit hoekje gekost. Wat is er zo duur geweest? Oké, ik heb deze nog, alsjeblieft. Mag jij? Ja? Oké, dat is prima. En veel muziek. Heel veel muziek, oké. Okay. Belletjes voor... Belletjes. Oh nee, wacht, die moet ik zelf even ophangen. Die moet je zelf ophangen. Ja. Oké, dan ga ik van Sjors op zijn plek zetten. Sjors, kom. Ja, want kom. Ik kon ik niet. Kom. Sjors, ik heb een leuke plek voor je. Hier. Kijk. Hier. Kom nou, trage hond. Hier, wacht. Ik sloop het bed. Hier, hoppakee. Kom, Sjors, kijk in het hoekje hier. Oh, wat is het irritant dat hij niet meeloopt. Kijk. In het hoekje hier. Kijk. Hier, erop. Ik ga aan die kant op duwen, Justin. Is goed. Ik zorg ervoor dat elke deur een bel heeft. Oh, dan kunnen mensen aan alle kanten aanbellen. Ja, zelfs de deur van... dat je er leeg in loopt. Dan kunnen mensen ook daar aanbellen. Ja, maar ik ben nog niet klaar hoor, met mijn review. Justin, één laatste taak en dan mag je naar Robin toe. Want dan vind ik het wel zo oneerlijk dat jij mij de hele tijd helpt. Ja, maar ik heb ook nog deze. Tripwire hooks, oké. Deze waren vrij duur. Ongeveer 3000 tegen. Per stuk? Ja, nee. Voor de tripwire hook? Ja. Wat heb ik eraan? Ben je er niet blij mee? Nee. Daarnaast heb ik ook nog 61 jungles. Het begint de storm op mijn eiland, jongens. En nog een bel. Ja, hier ook. En nog een bel. Nou, weet je, dan mag je die bel houden. Mag je deze ook houden. En dan de rest hou ik. Oké? Ja, ik vind het een goede deal. Ik vind het leuk. Sjors vond ik oprecht leuk dat je die hier naartoe hebt gebracht. En zo, omdat hij zijn hele eigen hoekje heeft. Ja, lief, hè? Ja. Hey, ik heb zelfs het huis hier nog wat paintings opgehangen. Want ik vond het een beetje karig. Daar nog een mooie painting. Hier nog een mooie painting. Hier heb je ook nog wat paintings opgehangen. Ja. Kijk, het ziet er nu wel gezellig uit. Dus een boom is gegroeid hierboven. Nee. Waarom zijn er... Nee. Nu zijn hier bomen gegroeid in mijn tuin. Dat doen bomen, hè? Wist je dat? Ja, op zich ziet het niet heel verkeerd uit. Maar het is wel random. Ik wilde niet dat bomen hier zouden groeien. Maar zouden ook groeien. Naar Robin gaan. Ja, ga jij naar Robin? Ja. Ik vind wel dat je mij genoeg hebt geholpen en zo. De sodemiet erop. Robin heeft je hulp nodig. Klopt. Heeft Robin ook 11.000 euro? Ja, dat weet ik niet. Robin had andere taken voor je. Ja, voor mij moest je alleen shoppen. Goed, voor mij mag je ook gaan shoppen. Maar ik betaal jou 15.000. Nou, dit vind ik nu overtroef je me. Dat vind ik niet leuk. Dit vind ik en daar nou. Mag jij nuttige dingen voor op dit eiland gaan kopen. Wat zijn en nuttig? Nou, als je hier rondkijkt, dan valt je misschien wat op. Het is spuuglelijk. Dat kom ik niet eens niet zeggen, maar het klopt wel. En jij mag gewoon leuke dingetjes kopen. Ondertussen ga ik wat details toevoegen aan dit eiland en dan is dit... Ik ben lekker mijn eiland aan het bebossen, gewoon. Val je mij nou in de reden? Ja, ik ben je nou aan het onderbreken, omdat jij hebt in de vorige aflevering al die bomen geplaatst en zo. En nu ga ik het gewoon benutten als een alfa die jouw prank gewoon vernietigt. Wow. Ja, dat vind ik wel jammer op zich. En heftig ook. Hoezo? Ja, dat jij gewoon eigenlijk plezier schoon hebt met het eiland. Ja, ik heb plezier met jouw prank. Dus ja, dat vind ik toch wel zonde. Hoezo? Maar waarom nou weer? Ja, omdat ik een prank is niet voor niets een prank. Ja, prank is leuk. Hoort leuk te zijn. Nee. Ja, dat klopt, ja. Nee. Zeg juist. Oké, ik ga mijn toren gaan we binnenkort uitbreiden. Maar deze verdieping blijft open, jongens. Dit is gewoon de tuinverdieping. Ik weet niet waarom. Vind ik wel leuk. Het heeft wel iets. Ik heb wel meer trapdoors nog. En er moet nog een deur bij deze ingang hier. Ik heb ook allemaal gras ingeplaatst. Dus dat deurtje hier gaat eindelijk ook gewoon een beetje normaal gras worden. Waardoor het er mooi uit kan zien. En dan kunnen we het ook boommielen. Je doet het best moeilijk, moet ik zeggen. Nee, jullie doen hier moeilijk. Dat is het, gewoon de conclusie. Wij doen ook niet. Wij doen zeker... Nee, ophouden nou. Ik kan ook weggaan met die 12.000 euro die ik nog over heb. Ja, sorry. Kom maar weer terug naar mij met die 12.000 euro. Niks ervan. Jij hebt al genoeg geld.
Ik heb al wat leuks wat je kan kopen voor 12.000 euro. Echt? Ja, kom anders naar mij. Ik heb ook een leuk winkel. Justin. Je eigen winkel? Ja. Wil je even een kijkje nemen? Nee, Justin. Ja, maar... Niet? Nee. Voor mij mag het. Ik bedoel, ik verplicht je niks, maar hè. Als je even de verplichtingen van Robin wil nagaan, dan ja... Prima. Mooi wel. Zo, plafonnetje erin. Oeh, dit ziet er leuk uit. Dit ziet er echt goed uit. Hey George, wil jij een andere halsbandkleur anders? Ik ga een leuke halsbandkleur voor George kopen. Maar hij doet me denken aan Justin. Wat doet me denken aan Justin? Zwart. Nou. Ziel is zo zwart. Hoppakee. Zo. George, George is net zoals jij, is hier gothic geworden, Justin. Hoe wist je dat? Hoe wist je? Ja, gewoon. Nee, dat is niet mooi. Ik wil gewoon wel een mooi kleurtje. Wat past bij de naam? Welke kleur past bij de naam George? Oranje. Oranje. Nee. Nee? Driehoek. Driehoek. Ik neem oranje. Oké, zo. Ja, dit vind ik leuk. Dit vind ik wel bij hem passen, het oranje. Ja, weet je waarom? Welke kleur bed wil jij trouwens, Justin? Dan ga ik even je bed vervangen. Oranje. Jongen. Ik ben mijn bos ook leuk aan het verlichten die ik vrijwillig wilde, dit bos. Dus ik dacht, dat kunnen we ook vrijwillig even belichten. Weet je wat ik ga doen, jongens? Ja. Ik ga 10 vissen vangen. Justin, wil je mee vissen? Nee, maar ik moet hij moet eerst even zijn interieur plaatsen. Oh, dan ga jij het interieur plaatsen. Ik heb mijn taak op mijn eiland voor vandaag weer mooi gedaan. Het ziet er echt al leuk uit en gezellig hier. Ja. Toch weer een beetje die jungle vibe teruggekregen, maar dan ga ik nu naar de span. En dan gaan we mijn standaard ritueel doen, namelijk 10 vissen per aflevering vangen. Of 10 dingen opvangen. Ik sta lekker weer rustig te vissen. Ik heb inmiddels 50 vissen gevangen, dus we gaan stoppen zodra we de 60 hebben. A few moments later. Ik heb inmiddels al 4 dingen gevangen en het is 4 keer dezelfde stinkvis. Ik wil gewoon weer een schat vangen, want ik weet dat ik gewoon echt leuke dingen kan vangen. Vast niet. Jij hebt daar geen geluk mee. Jawel, kom wel. De geluk komt wel, joh. Zou het? Nee. Jawel, er gaat ergens een keer dat ik echt een schat opvang en dat jullie jaloers zijn dat jullie... Ik heb een pufvis gevangen. Dat jullie jaloers zijn dat jullie niet mee met mij gaan vissen altijd. Ik ben altijd maar eenzaam met het vissen. Ja, maar je vraagt nou, volgens mij heb je daar genoeg mensen om je heen. Ja, dus, het is wel gezellig hier. Maar moet ik zeggen, het is nu laat in de avond natuurlijk. Waardoor er maar echt een paar mensen hier staan. Hoe laat is het eigenlijk? Best wel laat. Oh, het is inmiddels 00:30 s'nachts, jongens. Dus als je afvraagt waarom het zo rustig is hier. Normaal aan het einde van mijn video staan we hier altijd echt met een stuk of 50 man voor mijn gevoel. Maar nu is het 00:30 s'nachts. Ik geef maar geld uit, Max. Kun je dat ook? Nee, want jij hebt dat allemaal niet. Want ja, jij... omdat ik het aan het einde van de aflevering aan kijkers teruggeef. Ja, ja. Ik kan nog maar 2 vissen vangen. 2 dingetjes. Dan heb ik er 60. En mijn laatste visje is gevangen. Ik heb weer gewoon alleen maar onzin gevangen, jongens. Het staat helemaal nergens op. Gewoon weet, weet je hoe dat komt? Nou? Je moet praten met de vissen. Ja, maar ik wil geen vissen vangen. Ik wil schatten vangen. Waarom heb je dan vishengel? Inmiddels ja, heeft de nummer 1 heeft ook gewoon 5300 vissen gevangen, jongens. 5300. Oh, maar gelukkig krijg ik een diamondblok van iemand. Dat vind ik leuk. Natuurlijk. Jemals, ik ben bij een eiland van iemand nu. Gewoon, ik dacht, ik ga een keertje even bezoeken. Het ziet er lelijk uit. Ja? Ja. Jemig, hé. Mensen bouwen echt oude heroin. Nee, zo kun je niet zijn. Nee, wow, ik was hier zo ingetrapt. Hey, dat platform eronder is oprecht best wel heel lijp. Dank je. Het begint, ja, geen probleem. Het ziet er oprecht echt al heel ziek uit. Als je het ook met palen naar de grond laat gaan en zo, waardoor de tempel ook echt op een... Oeh, dit gaat cool worden, Robin. Dit gaat echt heel cool worden, dit eiland. Ik ben echt van mijn apropos daarnet. Hoezo? Ja. Omdat ik het zo goed te pakken had. Ja. Justin, hoe is het met het interieur? Goed. Oh, het ziet er mooi uit. Dank je. Ja, het ziet er bang. Echt leuk uit. Vooral dit is de spiegel. Oh, dit is de spiegel. Oh, ik ben afgevallen voor mijn pol. Beetje wel, hè? Oh, het ziet er goed uit. En wat is dit? Een boek. Oké. Nou, ik hoop dat Robin het ook zo leuk vindt. Ik ga nu kijken. En, want hey, ik ben klaar met mijn pad. Maar Max, wat vind je er echt van? Nee, serieus, dat zeg ik. Ik zei, het ziet er echt leuk uit. Ik gaf je net een groot compliment, maar je negeerde het. Hey, Robin. Ja, natuurlijk. Ja. Nee, volgens mij, jij bent wel fan van kikkereitjes, toch? Nee. Niet? Ze lijken op mijn ogen. Heb je misschien wat... Oh, je hebt Max zijn ogen. Max, je ogen. Justin heeft je ogen. Geef ze terug. Ik zie niks. Oh. Justin, mag ik al gaan kijken? Nee, als jij een emmertje water hebt, want ik wil graag een kip-eitje. Ik wil graag kikkers uitbroeden hier op het eiland. Ik geef dit en dan krijg ik je... Kom, krijg ik de kikkers. Nou, nu heb ik gescamd, nu heb ik allebei. Je krijgt een vishengel. Weer bestolen. Nee! Nee!
Nou, Max, gaan we vandaag weer op mijn eiland eindigen? Ja, ik heb even mijn kikkertjes die ik eerlijk heb verdiend geplaatst. Gewoon een paar hier. Die zitten nu, ik weet niet, het ziet er een beetje vreemd uit, moet ik zeggen, dit, die kikkertjes zo. Nog nooit gezien op deze manier, maar ik heb ze geplaatst. Oké. Okay. Ik ben er. Jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Willen jullie nou dat Justin vaker langskomt? Dan reageren jullie met... Justin, je moet vaker langskomen. Wil je het nou niet, dan heb je pech. Want hij komt waarschijnlijk toch nog wel een keertje terug. Ja, reageer ook gelijk even voor welk team je bent. Ben je nou voor hashtag team Max? Of ben je nou voor hashtag team Robin? Of misschien, naar deze aflevering, wel voor hashtag team Justin? Dat kan ook natuurlijk nog. Laat het even weten in de reacties. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker niet te abonneren. En dan nu, goed plezier. Kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige Skyblock deel. Heb je hem nou nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. Ben je weer helemaal up-to-date over het gehele verhaal wat er gaande is. En nu spreek ik later. Graag je wel. Tot de volgende keer.